Met nog een half jaar te gaan tot zijn pensioen is er Tom Echbers kennelijk veel aangelegen om een soort eerherstel te krijgen. Hij wil vanmiddag bij de kortgedingrechter afdwingen dat hij kan terugkeren als presentator van Studiosport. Maar volgens onder andere Angela de Jong en Luc Ikkink willen de gewone mensen op de werkvloer dat niet meer. Tom staat op non-actief vanwege een schandaal rondom een affaire die hij heeft gehad op de redactievloer, waarna de dame in kwestie is vertrokken, maar dat is niet het grote probleem. Volgens de Volkskrant ging er aan dat vertrek een periode vooraf waarin hij haar twee jaar lang pestte en intimideerde. De as van het kwaad, noemde hij haar. Volgens Volkskrant-columniste Emma Curvers is veel te veel alleen de nadruk op die affaire aan zich komen te liggen en wordt gretig benadrukt dat een affaire niet verboden is. Egbers trekt zich nu terug in dezelfde juridische werkelijkheid. Gedrag waarvoor geen aangifte is gedaan telt niet, dus heeft hij recht op zijn baan, zegt ze in haar column. Het gesprek over wangedrag gaat over gedrag, dat technisch gezien misschien legaal is, en juist daardoor zo ongestoord de werksfeer kan verzieken, legt Emma uit. En dat zou natuurlijk ook verklaren waarom ze op de redactievloer van de NOS wel klaar zijn met de 66-jarige Tom Egbers en waarom de omroep zo treuzelt met zijn terugkeer. Rob Goosens vreest dat het een enorm pijnlijk kort geding gaat worden, omdat zijn ongewenstheid straks zwart op wit komt te staan. Ik verwacht eigenlijk dat we een heel meewerkende NOS gaan zien, omdat uit de reacties al duidelijk is dat er gesprekken zijn geweest over passend werk, om het even zo te noemen, zegt hij in RTL Boulevard. De NOS wil Tom wel weer aan het werk helpen, maar niet op zijn oude plek. Wat daar dan onder verstaan wordt, weten we niet. Is dat parkeerwachter op het NOS-parkeerterrein? Is dat korte items voor monteren? Heeft de NOS inderdaad gezegd: ga maar lekker documentaires maken, maar als studiosportpresentator zien we je toch niet meer? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de NOS-redactievloer gewoon niet op Tom Egbers zit te wachten en ik neem aan dat de NOS dat gaat uitvoeren en dat gaat een pijnlijk moment worden voor Tom Egbers. Gaat de rechter het sentiment op de werkvloer meewegen? Ja. Ik ben leek, maar ik heb wel veel zaken gezien en uiteindelijk houden de meeste rechters wel rekening met de gevolgen van een uitspraak. Als inderdaad de uitspraak dat Tom weer moet presenteren voor zulke grote onrust op de redactie zorgt, ja. Zijn oude plekje krijgt Tom niet terug, verwacht erop. Welke rechter gaat dat doen? Als een cashier wil terugkeren bij Albert Heijn en kassa 4 is bezet, dan gaat ze naar kassa 5, maar er is maar één presentator van Studio Sport en dat stoeltje is bezet. Ja? Ik zou het heel gek vinden als de rechter zegt: nee, Tom Egbers heeft daar recht op. Zelfs als Tom weer terug mag keren, is de sfeer compleet verziekt, denk erop. Klopt. Aan de andere kant, hoeveel heeft Tom Egbers te verliezen? Het is een jaar sinds hij op non-actief is gesteld. Op 12 maart vorig jaar is hij thuis komen te zitten en in de tussentijd is er niks bijgekomen. Emma vindt het kansloos. Het lijkt me dat als je zo je toegangspasje terug moet krijgen, de vrijniveaus niet meer als van oud gaan worden.